In Nederland mogen wij als kiezers de waterschappen kiezen. Dat gebeurt nergens in de rest van de wereld. En om helemaal eerlijk te zijn, vind ik dat in dit geval de rest van de wereld gelijk heeft. Want bij waterschappen gaat het puur om kennis. Ik zou dolgraag op iemand willen stemmen die waterbouwkundig ingenieur is. Maar ik heb een beetje door de kandidatenlijsten heen gevlooid. En de een is communicatiemedewerker. En de ander is gebedsgenezer. En de derde die is ook iets wat heel weinig te maken heeft met het instand houden van de kwaliteit van dijken. Dat we allemaal droge voeten houden. Het maakt mij niet uit in deze op welke partij ik stem. Dus als u mij kunt laten weten en wellicht meerdere lezers en luisteraars van de NUK die dat ook vinden, wie waterbouwkundig ingenieur is, zeg het gewoon nog een keer, wie waterbouwkundig ingenieur is, dan kunnen we met z'n allen, als we dat willen, daarop stemmen. Dan stem je op iemand die verstand van zaken heeft. En of die nou van de ChristenUnie is, of van het CDA, of van de PvdA, of van de Partij van de Dieren, of van noem maar op, mij maakt dat niks uit. Als ik mijn droge voeten hou.